onze volgende gast. Een van de meest gerespecteerde politiek verslaggevers van ons land. Maar aan de andere kant ook succesvol carnavalsartiest en achtbaanliefhebber. De vraag is natuurlijk, hoe kan je nou nog serieus genomen worden als carnavalsact? Als je je ook bezighoudt met zoiets doms als de politiek. Om het hier te hebben over de formatie perikelen is hier Thomas van Groningen. Maar laten we eerst even kijken wat er afgelopen week is gebeurd. Er kan wat mij betreft een volgende stap gezet worden om te komen tot een nieuw kabinet. En ik noem dat een programmakabinet. Ja, aan tafel politiek verslaggever Thomas van Groningen. En daarnaast een bekend gezicht op Twitch, George Farelli. Hij is livestreamer en content creator. En ook wel, ik heb met George in de talkshow vaak politieke discussies gehad. Dus ik dacht, het is goed om hem er ook bij te zetten. Wat voor discussies dan? Goede discussies. Nou, toch op het moment dat je probeert om enigszins... begrijp me goed, hè? Het is niet dat ik per se een rechtse stem ben, maar ik vind wel, je moet voor iedereen begrip hebben. Ah, ja. En dus ook voor de wat er bij de afgelopen verkiezingen is gebeurd, dat er behoorlijk rechts gestemd is. Ja. En op het moment dat ik dan probeer daar een beetje soort van die kant te belichten, dan wordt George vrij snel boos. Ja. Ik zie zeg maar ook Joost zijn nieuwe album, of zijn nieuwe nummer voor Eurovision. Ja. Dat noem ik Europa-pa, niet Europa-pa. Maar Europa, gewoon omdat het wel meer Europa gericht is. Ja, ik sta er toch iets meer voor. Dus ik weet heel veel van de chat die me ook echt een beetje soort van haten. Omdat ik echt een beetje hij is te links. Die linkse guy ben daar inderdaad. En toch ga je het zien dat er een bepaald publiek inderdaad... Dus ik zit letterlijk in het midden van jullie dan. Want ik probeer altijd toch neutraal te zijn. Ik probeer ook neutraal te zijn. Maar ik probeer juist beide kanten ook te belichten. Ja, Want ik vind namelijk wel, want ik kom ook uit een enorm links nest. En ik ben zelf ook behoorlijk midden tot links georiënteerd. Ja. Maar ik merk namelijk wel dat wat ik heftig vind, is dat als ik aan het kerstdiner zit, dat mijn familie, dat die gewoon soort van, nou, die waren heel erg van, hou elkaar vast en hoe kunnen mensen dit doen? En dan probeer ik ook wel een beetje te belichten van, nou, ik heb die mensen ook wel gesproken. Ja. En het is niet per se dat ik het er mee eens ben, maar ik snap ze wel. Ja, en eigenlijk sinds 22 november is er een hele industrie in het ontstaan van mensen die proberen te verklaren waarom er zo groot, zoveel op Geert Wilders gestemd is. Goed, 3/4 van Nederland stemde er niet op, maar het is wel de grootste partij geworden. En dat is niet alleen in Nederland, dus in heel veel landen zie je partijen met die politieke kleur, die komen op. In Amerika natuurlijk de opmars van Donald Trump. En er zijn, ik ben geen academicus, hè. Ik heb geen politicologie gestudeerd. Ik ben maar een simpele HAVO-jongen die dan uiteindelijk verslaggever is geworden. Maar er zijn echt wetenschappers die proberen te verklaren waarom stemmen zoveel mensen PVV. En ik probeer al die dingen te lezen en eigenlijk is het antwoord dat niemand het echt precies weet. Maar wat is jouw gevoel? Het is een vorm van onbehagen in de samenleving dat volgens mij heel veel verschillende oorzaken heeft. Dus het is niet zozeer één ding wat je aan kan wijzen. Het is een gevoel van mensen die misschien hun eigen land niet meer herkennen. Het is een gevoel van mensen die misschien het gevoel hebben dat ze in hun portemonnee benadeeld worden. Mensen die het vertrouwen in de politiek, in de instituties hebben opgezegd en daardoor die zwaai maken naar rechts. En we hebben in Nederland wel een groep, dat is best interessant. We hebben 2019 gehad bij de Provinciale Statenverkiezingen. Toen werd Baudet de grootste. Toen gingen ze massaal naar de boer-burgerbeweging in maart. Ja. En nu, volgens mij, het grootste deel van die groep ging massaal naar Geert Wilders. Dus het is gewoon een groep kiezers die gewoon massaal van de ene held die ze hebben naar de volgende held gaan. En in Den Haag zijn er wel mensen die nu zeggen van, ja, wie is nou de volgende? Wie is na Wilders nou de volgende die enorme groep gaat? We hebben natuurlijk ook een heel klein gedeelte even nog NSC gehad, natuurlijk. Met Omtzigt die natuurlijk heel veel aanzicht daarin kreeg. Maar is er niet gewoon het hele simpele antwoord populisme? Dat heel veel speelt in vrij rechtse politiek. Ja, maar dat is en zo hoor. En de benadruk eigenlijk mijn eigen keuzes eigenlijk. Ja. Die doen het gewoon heel slecht. Die doen het echt, die zijn er echt bagger in. Maar je hebt ook wel linkspopulisme, maar dat is minder populair dan rechtspopulisme. Ik denk in Nederland dat het bijna niet aanwezig is. Dat we daar allemaal veel te lief zijn. En dat we daar ook iemand inderdaad zoals Frans Timmermans, dat die gewoon eigenlijk te lief is. Te lief is daarin. En ook dat hij zichzelf te vaak probeert te verantwoorden over wat hij denkt. Ja. Maar dat hij dan keihard wordt teruggeblaft door het rechtse geluid van nee, wacht even, maar terwijl dat helemaal niet klopt. Ja, en er is geen alternatief op rechts, hè. Zeg maar, als je gaat bedenken, zeg maar, toen, ik denk dat er ook heel veel teleurgestelde VVD'ers. Ja, Joost Eerdmans gooit nu zijn laptop uit het raam. Die zegt dat hij het alternatief is, ja, maar niemand stemt op hem. Dat heeft toch ook uiteindelijk niet bewezen te zijn wat het moet zijn. Heeft het niet waargemaakt. Ik denk dat er heel veel teleurgestelde VVD'ers zijn geweest. Wow. Die op de PVV hebben gestemd. Want Wilders, zeg maar, kijk, hij loopt er al 20 jaar rond. De PVV bestaat geloof ik al een jaar of 16. En iedereen heeft altijd maar gehad, oké, okay, weet je wel,
Wilders, dat is echt voor ja. een club. Ja. Voor de club gekkies. En hij heeft hem, op een gegeven moment heeft hij een soort van gematigde toon aangeslagen. Gezegd, ja, zeg maar, als ik de grootste partij word, laat ik die dingen wel, die extreme dingen wel varen. En dan word ik gewoon een hele degelijke rechtse partij. En ik denk dat, nou ja, zeker omdat Dylan Jezielkus een hele slechte beurt heeft gemaakt in de campagne, dat heel veel VVD'ers gezegd hebben, nou, misschien is het wel gewoon tijd om voor een wat gematigde Wilders te gaan. Hebben we toch een beetje het rechtse wat de VVD een beetje is verloren in de afgelopen jaren. Kunnen we dan misschien bij Wilders gaan halen? Ik denk dat dat de meest logische verklaring is. Ik denk dat dat ook een van de verklaringen is. Ik denk dat die voor een deel van de kiezers ook zal kloppen. Ja, dat een gevoel er is geweest van de VVD, dat is voor veel mensen misschien wel toch wel hun partij. Maar de VVD heeft natuurlijk in een paar kabinetten op rij samen moeten werken met partijen aan de linkerkant of aan de progressieve kant. Eerst met de Partij van de Arbeid, later met D66 en de ChristenUnie. Waardoor de VVD heel veel rechtse thema's weg heeft moeten geven. Ja, dat is nou eenmaal wat er gebeurt in een coalitieland. Ja. En dat een groep kiezers heeft gedacht, ja, daar zijn we een beetje klaar mee met die VVD. Dus als we nou ter rechterzijde van die VVD stemmen, dan maken we in ieder geval een rechtskabinet mogelijk. En dat is wat men nu voor elkaar proberen te krijgen. Ja, ja, proberen. Ja. In hoeverre is dat nu daar trouwens nog een kabinet, zeg maar, als je het zo zou kunnen benoemen. Ja, want we zagen net, even terug te pakken op het introfilmpje. Daarin zagen we dus Kim Putters, die heeft nu zijn verslag. Hij is de tweede informateur, als ik het goed zeg. En hij heeft nu zijn verslag uitgebracht. Eigenlijk, want we hebben ook nog even Gom van Stiel gehad. Ja, ja, die gekke man uit de Limburgse politiek, die even kwam en die bleek in één keer allemaal fraude te hebben gepleegd. En toen zei Geert, nou, doe dan toch maar een PvdA'er. Ja, het grappige is, die naam uit die hoge hoed kwam. Ik kende hem niet. Ja, hij zat in de Eerste Kamer. Ik volg de Eerste Kamer niet zo, moet ik eerlijk zeggen. Daar heb ik collega's voor. Dus ik googelde hem. En toen kwam ik een trekhaakwinkel tegen. Toen dacht ik, ja, dat moet een andere Gom van Strien zijn. Maar dat bleek dezelfde te zijn. Dat is echt een gist. Ja. Goed. Ja. Nou ja, die hebben we dus. Oké, inderdaad. De derde informateur, Kim Putters. Het schijnt ook een zeer gedegen fan te zijn. Ook weer een PvdA'er. Dat lichte Wilder kennelijk heel goed. Maar die heeft nu dus gezegd, nou, we kunnen door. Maar dat wordt dan niet een extra parlementair kabinet, wat er eerst genoemd werd. Maar het moet een, programkabinet worden. Ja, ja. Wat is dat dan weer? Ja, kijk, nu wordt het wel weer hogere politieke wiskunde. Maar een extra parlementair kabinet, extra betekent buiten. Ja. Dus we hebben dat ooit wel eens gehad in de verre geschiedenis. Maar dat betekent eigenlijk dat wij aan deze tafel nu, wij zitten allemaal niet in het parlement, dat wij nu zeggen, we gaan een kabinet oprichten. Ja. Het kabinet Lippens 1. Ja. Jij wordt premier, jij wordt minister van Volksgezondheid. Wat wil jij? Onderwijs? Right. Doe ik Justitie en Veiligheid. We moeten zoeken naar blijven financiën. En dan gaan wij bij elkaar zitten en dan schrijven wij een regeerprogramma. En dan lopen wij naar de Tweede Kamer. En dan, bij wijze van spreken, en dan leggen we dat regeerprogramma dan neer. En dan mogen ze over debatteren en dan mogen ze ons installeren. Nou, dat zou echt feitelijk een extra parlementair kabinet zijn. Want dat is niet door fracties in de Tweede Kamer bekokstoofd. Wij zijn later pas voor steun gaan zoeken in de Tweede Kamer. Wat zij nu doen, zijn toch deze vier, die gaan nu toch samen afspraken maken op hoofdlijnen. En die gaan dan mensen zoeken, zoals wij, of die in een kabinet komen te zitten, van de helft uit de politiek komt. Ongeveer in de andere helft uit die partijen zelf. Maar even tussendoor, normaal gesproken, als jij dus vanuit de Kamer plaatsneemt in een kabinet, ja, dan komt er iemand anders op jouw zetel? Ja, ja, kijk, dat is in staat nooit, als je in Nederland stemt, stem je alleen op Kamerleden. Dus wie er in het kabinet komen, hoef je niet op gestemd te hebben. Nee. Ze kunnen daar iedereen in stoppen. Ja. En nu zeggen ze, we willen ongeveer de helft vullen met mensen van buitenaf die bijvoorbeeld heel veel kennis hebben van een bepaald onderwerp. Dus bijvoorbeeld een dokter op volksgezondheid, wij zo spreken. En de andere helft willen ze vullen met mensen die de politiek heel goed kennen. Dus die gewoon. Maar die komen dan allemaal niet uit de Kamer? Enkele. Dus, maar het doel is om zo min mogelijk mensen uit die Kamer te krijgen, om het gevoel te hebben dat er heel veel afstand is tussen die Tweede Kamer en dat kabinet. En het idee daarvan is dat je dan, en dat is iets wat Omtzigt heel graag wil, is dat je dan meer debat krijgt tussen kabinet en Kamer. Want wat nu wel is gebeurd, die Tweede Kamer, daar stemmen we op. Die moet het volk vertegenwoordigen, die moet de overheid, de regering controleren. Maar wat bijvoorbeeld in het vorige kabinet Rutte gebeurde, is dat ze op maandag hadden het coalitieoverleg. En dat was een overleg waarbij dus die leiders van die fracties in de Tweede Kamer met de leden uit het kabinet gingen overleggen. En daar werden alle afspraken gemaakt. En dan zaten we eigenlijk in die Tweede Kamer naar een soort van show te kijken. Want dat hadden ze achter de schermen allemaal lang afgetikt. Maar is dat niet gewoon een bepaalde manier om te zeggen, oké, maar nu krijgen we weer een soort van extra stappen ertussen en gaat het weer heel lang duren voordat er echt iets wordt doorgedrukt? Nou, dat is het gevaar wat je het maakt het wel allemaal wat ingewikkelder natuurlijk. Want wat je krijgt is dat je op hoofdlijnen hebben ze afspraken. Dus voor die hoofdlijnen is dan een meerderheid. Maar als jij dan in dat programkabinet minister wordt en jij hebt een plan wat niet in die hoofdlijnen zit, dan moet je dus in die Tweede Kamer op zoek naar meerderheid. Nou ja, dat zal soms snel gaan. Maar dat kan soms ook tot felle debatten leiden. Maar dat is juist wat ze hopen. Dat die Tweede Kamer weer wat machtiger wordt. Zodat daar wat meer de nadruk ligt. Zodat
wellicht mensen ook weer meer het gevoel hebben dat de politiek en de stem die ze hebben gegeven ook daadwerkelijk invloed uitoefent op wat er gebeurt. Want er zijn nu toch te veel mensen in het land die het gevoel hebben, ja, ik heb wel gestemd, maar uiteindelijk doen ze er helemaal niks mee met mijn stem. Ik heb dat gevoel af en toe ook wel. Alsof, zeg maar, wat er in die Tweede Kamer gebeurt, ik kijk graag debatten, ik kan het echt wel waarderen, maar ik heb af en toe echt het gevoel alsof ik gewoon naar het theater zit te kijken. Dus, weet je wel, alsof ze, zeg maar, nou ja, jij loopt vaak rond in die Tweede Kamer. Ik heb echt het gevoel alsof ze, zeg maar, buiten die zaal, hey, grappig, ja, ik had jou even lekker te pakken, hè? Weet je wel? Ja. En dan gewoon samen een bakje staan te doen en dan weer die kamer in. Jij bent zo'n lul, weet je wel, even gechargeerd. Maar dat is wel het mooie, dat vind ik wel het mooie van de Nederlandse politiek, is je kan elkaar verbaal, dus gewoon met woorden, helemaal de hersens inslaan in die Tweede Kamer, maar daarna drinken ze vaak wel een bakje koffie. Dat vind ik juist wel het mooie eraan. Daar ben ik op zich niet op tegen, alleen ik heb wel een beetje het gevoel alsof, zeg maar, onderling snappen wij eigenlijk wel een beetje waar we zitten qua standpunten. Ja. Er valt misschien wel zaken te doen, maar door hoe het, weet je wel, door wat mijn partij vindt en door wat zijn partij vindt en doordat er misschien een regeerakkoord is, is er eigenlijk niet meer de ruimte om echt, zeg maar, wat te veranderen. Dus staan we eigenlijk alleen maar, sta ik te schreeuwen, het moet links. En hij staat te schreeuwen, het moet rechts. Ja. En uiteindelijk gebeurt er in die kamer helemaal niks meer. Dus je hebt eigenlijk het gevoel alsof er alleen maar een toneelstukje wordt opgevoerd, terwijl we niet meer, wat heb je aan een debat als iedereen zijn standpunt al vaststaat, zeg maar. Ja, en dat was natuurlijk onder die kabinetten Rutte, waar je dus best wel dichtgetimmerde regeerakkoorden had. Was dat een klacht die er was? Waarom gaan we nog debatteren als we toch al in het regeerakkoord of in het coalitieoverleg hebben afgesproken hoe het zit? Wat heeft dat nog voor zin? Ja. En dat is dus wat ze nu in die nieuwe opzet willen veranderen. Wat ook wel wennen wordt voor de mensen daar, maar ook voor ons wordt het wennen. Hè? Want voor de journalistiek, maar ook voor het publiek. Want nu is het wel zo dat als wij in de coalitie merken dat iemand het ergens niet mee eens is, dan is dat voorpagina Telegraaf met chocoladeletters. Crisis bij VVD, want ze zijn het met elkaar oneens. Of dan gaan wij in die talkshows avond en avond zitten lullen over dat het allemaal helemaal mis is in het land. Ja, dat doe je goed. Dankjewel. Ook rijkelijk voor betaald. Maar dat moeten we dan. Ja, dat wordt dan wel minder. Want ja, dat wordt dan straks wat normaler. Het is juist de bedoeling dat ze het in Den Haag met elkaar oneens zijn. En wij vergroten dat zo uit steeds. Terwijl in die nieuwe opzet, als het slaagt, dat moet ik nog zien. Maar dan is het de bedoeling dat ze het vaker oneens met elkaar kunnen zijn zonder dat het gelijk crisis is. Maar hebben we dit ooit eerder gezien? Zeg maar een formaat als dit, zeg maar, zo'n programmakabinet. Ja, je hebt van die staatsrechtgeleerden die dan zeggen, ja, kabinet De Vries in 16 zoveel of 18 zoveel, weet je. Toen is dat heeft niemand meegemaakt. En er zijn wel kabinetten geweest in de jaren 70 waar men het gevoel had dat het een beetje leek hierop. Maar echt, dit experiment wat nu er komt, als het er komt, dat is wel echt, dat hebben we nooit eerder zo gehad. Het woord programkabinet is wel eens eerder gevallen, maar echt op deze manier uitgevoerd, dat zou nieuw zijn. Ja. Je zegt dat als het komt, of dat je moet het nog maar zien. Waar denk je waar die twijfels in zitten dan? Omdat, kijk, dit zijn vier partijen die aan elkaar overgeleverd zijn. Dus dat zijn de PVV, VVD, Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt en de BBB van Caroline van der Plas. Dit is natuurlijk de afgelopen maanden. Ik bedoel, die verkiezingen waren 22 november. We zijn al even verder nu. 100 zoveel dagen. Ja, het is geen België. Het is niet heel soepel gegaan allemaal, weet je. Ze hebben elkaar echt de tent uitgevochten. En kijk, nu hebben ze een soort van stap gezet van we gaan met z'n vieren praten over die nieuwe opzet. Ja. Maar dan moeten ze er op inhoud nog wel uitzien te komen. En een van de dingen bijvoorbeeld, en dat is heel saai en heel gordroog, maar er zitten twee partijen bij, de VVD en NSC, die willen een gedegen financieel kader. Oftewel, die willen gewoon dat het huishoudboekje van Nederland klopt. Dat er een budget is, ja. Ja, en dat we niet meer uitgeven dan mag. Je hebt allemaal regels ook uit Brussel. Nederland mag niet te veel schuld opbouwen. Terwijl aan de andere kant heb je de PVV. Die zouden bijvoorbeeld het liefst zien dat het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft, om maar een voorbeeld te noemen. Nou, dat kost minimaal 6 miljard, zeggen deskundigen. Ja, dat gaat natuurlijk nog wel een hoop gezeik opleveren tussen die partijen. Want de een wil heel veel geld uitgeven. En PVV zegt ook, we gaan niet bezuinigen. Dus dat gaan we niet doen. Terwijl aan de andere kant zeggen ze, ja, we geven eigenlijk nu te veel uit. Dus we zouden eigenlijk iets minder moeten uitgeven. Ja, dat gaat met elkaar botsen. En ik moet nog zien of die partijen eruit komen, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Nou, ik heb ook een beetje het gevoel, zeg maar, nu dat het nieuws zo naar buiten komt, dat er ook wel, en dat wordt ook door veel media geschreven, wat ik een beetje, nogmaals, ik heb zelf niet op Wilders gestemd, maar ik vind het wel frustrerend, gewoon voor überhaupt, dat ik echt het idee heb dat met name NSC en de VVD er alles aan doen om hem te saboteren, om hem, zeg maar, niet, nou ja, nu het nieuws van deze week is, hij gaat geen premier worden. Dat is nu eigenlijk al duidelijk. Ja. Dat ik heb ook het gevoel dat je daarmee eigenlijk alleen maar die onvrede ook onder de kiezer alleen maar groter maakt door hem een soort van, hij wordt een beetje van, oké, hij is de grootste, maar we willen niet echt dat hij meedoet. We willen niet echt een kabinet met hem vormen. Ja. En ik heb ook een beetje het gevoel alsof dit, ik vergeet die naam steeds, programkabinet,
alsof dat ook een beetje een soort excuus is. Zo van, nou, dan kunnen we toch regeren. Ja. Maar dan kunnen we altijd zeggen, ja, maar we zitten niet echt in een kabinet met Wilders. Hè? 100% waar wat je zegt. Dat is helemaal wat er aan de hand is. Kijk, de VVD heeft natuurlijk tijdens deze campagne ineens de deur opengezet naar samenwerken met Wilders. Want onder Rutte, toen Rutte nog de leider van de VVD was, die deed dat niet. Die heeft ooit eens een keer een brief geschreven nog. Die is nog te vinden op internet. Met allemaal redenen weer naar uiteenzet waarom de VVD nooit in een kabinet gaat zitten met de PVV. En dat is de afgelopen zomer, voor de verkiezingen, heeft de VVD eerst de deur op een kiertje gezet. En toen, mede door wat wij, dat was dan Ruben Brekelmans in een interview in EW. Nou, ik weet zeker dat niemand die nu deze stream kijkt ooit EW leest. Maar goed, wij... Ik weet ook niet wie Ruben Brekelmans is, eerlijk gezegd. Dat is een Kamerlid van de VVD. Okay. En nou ja, wij als media natuurlijk bam, meteen door die deur heen gewalst. Van, oh, er is een deur op een kier. Wat is hier aan de hand? En Dylan Jessogus heeft dat nooit gezegd. Nee, ik ga niet met de PVV. Ze heeft het altijd midden gelaten. Waardoor die deur eigenlijk gewoon wagenwijd open stond. En dat heeft denk ik ook voor die verkiezingswinst gezorgd. Doordat al die VVD-kiezers dachten, hey, wacht even. Ja. Dan kunnen we dat rechtse kabinet echt mogelijk maken. Maar toen zaten ze eenmaal na de verkiezingen met elkaar. En toen kwamen die partijen er wel achter. Van, oh jee, we zijn aan elkaar overgeleverd. Maar bij Nieuw Sociaal Contract, dat is de partij van Omtzigt. Daarvan heb ik gewoon mensen gesproken. Dan weet ik dat binnen die fractie er mensen zijn die dat gewoon echt niet willen met de PVV in het kabinet. Bij de VVD is er ook een deel van die partij. Een groot deel wel hoor, maar een deel van die partij wil dat ook niet. En wat ze nu dus bedacht hebben, is van ja, als je normaal gesproken zou je in deze situatie met Wilders als grootste partij, dan zou hij premier worden. Dat is niet wettelijk zo geregeld, nee, maar het is gebruikelijk dat hij dan... En dan zou je een regeerakkoord schrijven en dan zou je ministers van de PVV hebben, ministers van de BBB, van de VVD en van NSC naast elkaar. Op dat bordes, naast de koning, handje klap, happy de B. En dan heb je een kabinet. Premier, kabinet Wilders 1. Heel even, voordat we naar dan het programma kabinet gaan, want dat is inderdaad waar we nu zijn, was tussendoor natuurlijk ook nog dat, wat mij ook wel een soort van een beetje boos maakte, is dat, en dat vind ik dan echt dat politieke theater, dat Dylan Jessogus dus meteen naar buiten komt met, wij willen gedogen. En als je er dus over nagedenkt, tenminste ik een beetje als soort van halve politieke watcher, ik bedoel belangen nou niet zoals jij, maar ik vind het wel interessant, heb dan nu gewoon het gevoel, ja, maar dit is gewoon puur gewoon wat ze in Amerika noemen 4D chess. Ja. Jij zegt gewoon nu heel snel, ik wil gedogen. Want dan kan Omtzigt dat niet ook zeggen. Precies. Want dan is er niet genoeg. Zij voelden we aankomen. Want als ik het hoor, dan horen zij het ook. Dat er mensen bij hem zijn die niet met de PVV willen. Dus zij dachten, daar moeten we voor zijn. Want wij willen eigenlijk ook niet. Dus weet je wat, dan gaan we dat als... Dus wat anders was Omtzigt misschien wel de gedoger geworden. Dus je moet je voorstellen, hier is het gesprek. Dus zeg maar, dit is even het flesje water. Hier gaat het gesprek met de informateur plaatsvinden. Hier is de roltrap. En hier stond pers. En normaal gesproken zou je het daarachter tegen die informateur gaan vertellen. Yeah. En Jessogus kwam die roltrap op. En hier zei ze het, zeg maar. Zo van, gewoon meteen, boom. Toen kwam de roltrap op en dan voelde ik, ga het niet doen. We gaan gedogen. We willen het wel mogelijk maken. Een rechtskabinet wel mogelijk maken, inderdaad. Maar dat was dus eigenlijk stap 1 waarin ze zeiden, we gaan gewoon niet in zo'n traditioneel kabinet met de PVV. Dat gaan we gewoon niet doen. En dat is dus waarom de enige optie die nog over is gebleven is dus dat gekke programkabinet. Ja. Want zowel VVD dus, nou ja, dat zag je met die ene stunt die je net al noemde. En NSC, die willen gewoon niet in een normaal kabinet met Wilders. En dus ook niet onder premier Wilders. Waardoor we nu in de... Ja, ik vind het echt... Mag ik op Twitch fucking raar zeggen? Ja. In een fucking rare situatie zitten. En dan gaan nu allemaal politicologen zeggen dat het vroeger ook wel eens voorgekomen is. Ja, dat zal. Maar het voelt toch gek dat ze nu gaan praten over een kabinet. Maar we weten nog steeds niet wie de premier wordt. En dat kan dus iedereen zijn. Jij kan dus die premier van dit kabinet worden. Of, nou ja, laten we dat niet doen. Maar of jij... Ja, ik zou het een heel goed idee vinden. Ja. Boete 1. Ja, dat klinkt goed. Nee, klinkt wat mij betreft. Nee, ja, oké. Okay. Dus er staat nog veel te gebeuren. Nou wordt er ook nog wel gezegd van ja, het kan nog steeds dat ze er natuurlijk niet uitkomen. Hè? Ja. Maar ik denk wel dat, stel nou, en die situatie is technisch misschien nog steeds mogelijk, dat het uiteindelijk toch naar zo'n Timmermans moved. En dat het toch een links kabinet zou worden. Of in ieder geval over links. Ja, nou, maar als kijk, want hoe dat dus werkt in zo'n formatie is nu, Wilders is de grootste partij, dus die heeft nu het initiatief. Dus die moet ook komende woensdag, is er weer in debat, dan mag hij ook zeggen, ik ga deze informateur voordragen. De bal ligt nu bij hem. Ja. Als dat allemaal mislukt, dan gaat de bal inderdaad naar de tweede partij. En dat is naar Timmermans over links. Nou, dan wordt hij heel blij. Ja. Maar het punt is dat die linkse partijen, als ze het over links willen proberen, dan heb je Timmermans met D66. En dan zou je om een meerderheid te moeten halen, daar de VVD en Nieuw Sociaal Contract bij moeten doen. Ja. En die twee partijen, die willen ook niet met Wilders echt in een traditioneel kabinet, maar wel in deze vorm. Maar die willen al helemaal niet met Timmermans. En de VVD wil dat echt niet meer. Want dan zijn ze volgens mij bang dat het laatste restje kiezen dat ze nog over hebben. Ja. Alhoewel ze nu wat groeien in de peilingen. Maar die raken ze dan ook kwijt. Dat is wel daar de angst. Goed,
als we daar zijn, dan kan het allemaal weer anders zijn. Hè? Want dan is de wereld weer heel anders. Maar nu zeggen ze, gaan we niet doen. Dus ik vermoed, als dit mislukt... Dan, ja, dan mag Timmermans het echt nog wel een keer proberen, hoor. Maar dat gaat dan waarschijnlijk ook niet lukken. Dan moet je wel rekening houden met nieuwe verkiezingen, ja. Maar als, goed voor mijn portemonnee, trouwens. Maar. Ja, dat alweer wel. Ik heb hier wel eens over na te denken. Zeg maar, ik denk dat nieuwe verkiezingen... ik denk dat de andere rechtse partijen daar zetels gaan verliezen. En dat die weer naar de grootste partij gaan. Dat gaat zeker. Dat gebeurt niet. Maar dat zijn geen peilingen. De peilingen zeggen dat nu toch ook. Ik denk dat... Want Wilders zit nu op 38. Ja. Maar de laatste peiling zat hij op 49. Ja, maar precies. Want het is... Nee, maar dat bedoel ik ook een beetje met wat ik eerder zei. Van hoe moeilijker je het maakt, zeg maar, hoe meer het iedereen soort van... Ja, maar we willen niet met Wilders. Hoe meer mensen eigenlijk ook een soort van uit woede denken... Ja, maar... Ik wil wel, ja. Ja, het is ook heel gek, eigenlijk. Dat iemand zo eigenlijk opzij geschoven wordt door... Ja, en er was door iedereen eigenlijk. Al een peilingje zag ik van een van die onderzoeksbureaus... van dat ze in al die achterbannen van die partijen hadden gekeken... van nou, wie steunt nou dat programkabinet... Ja. Waarin Wilders dus geen premier wordt. En dan zie je inderdaad bij de mensen die PVV gestemd hebben in november... dat daar het grootste deel daarvan het daar niet mee eens is. En liever wil dat het gewoon Wilders 1 wordt. Ja, nou dat gaat hem dus niet worden. Ik heb hier een fragment van Wilders die even reageert op... nou ja, dat het er toch wel echt op lijkt dat hij geen premier gaat worden. Nou ja, weet u, het... Uiteindelijk moet je dan een afweging maken. En mijn afweging is geweest dat, hoewel ik het unfair vind... want ja, moet u zich voorstellen dat de heer Rutte de verkiezing had gewonnen. En had gezegd, nou, laat iemand anders maar premier worden. Dus ik vind het eigenlijk niet echt zoals het hoort in de democratie. Dus ook al eigenlijk nog nooit, of in 1912 las ik vanmorgen in de krant voorgekomen... dat de leider van de grootste partij niet de premier wordt. Maar uiteindelijk moet je de keuze maken. Is je eigen positie als premier, waar veel mensen... voor hebben gestemd en ook verwachten dat ik het zou worden. En ik snap die mensen ook allemaal. Ik ben net zo boos als zij. Of kies je voor, dan maar, nogmaals, als het niet kan zoals het moet. Dan moet het maar zoals het kan. En dan doorgaan in een kabinet, een rechtskabinet... waar je veel voor Nederland en voor je kiezers voor elkaar krijgt. Breken, niet doorgaan. En dan wellicht dat Frans Timmermans of een ander kabinet er komt. Ja, hij vindt het niet leuk. Nee, hij vindt het niet leuk, nee. Maar hij zegt overigens daar dat staatsrechtelijk geen poren missen, dat het niet hoort. Maar dat is niet waar, wat ik net al zei. Er is geen enkele wet in Nederland die zegt dat... De het is meer een ongeschreven regel. Maar het is, je hebt de bedrukte. Heb je dat het zelf ook wel wil? Ik dat vroeg worden. Me ook wel af. Dat hij dat echt, ja, denk je echt serieus dat hij dat zou willen? Ik denk diep van binnen wel, maar hij zal ook beseffen... Ik heb ook wel het idee dat hij altijd wel die positie wil aanhouden van... Ik wil tegen dingen aanschoppen en ik wil het maar hij is ook wel tegen. Ja, maar dat is net als je wordt ook voetballer omdat je een keer wil scoren, weet je. Dus hij zal ook echt wel... Als je hem echt diep in zijn hart vraagt, zal hij echt wel een keer premier willen zijn. Alleen hij zal denk ik ook het besef hebben dat... Ja, hij heeft 37 nieuwe mensen in die fractie zitten... Ja. Niet allemaal nieuw, maar een groot deel daarvan is nieuw. Hij zal ook weten dat het wel heel ingewikkeld wordt... als hij in dat torentje gaat zitten... dat het dan in de Tweede Kamer best wel ook nog wel een klus wordt. Want hij heeft ze allemaal in het gereel... maar daar is hij wel iedere dag mee bezig. Denk je wie het liefst dat hij dan naar voren zou schuiven? Een Fleur of een Martin? Dat weten we dus niet. Wie heeft hij om premier te worden? Ik zou zeggen of Fleur of Martin... die nog wel redelijk zichzelf ook nog als Kamervoorzitter... Ja, Bosma is al voorzitter. Ja, ja. Martin Bosma, dat is ook een PVV'er... die is nu voorzitter van de Tweede Kamer geworden. Ja, daarom. Daar wordt hij ook om geroemd... dat hij die voorzitterskwaliteiten echt heeft. Ja, het lijkt me sterk dat ze hem daar dan weer van afhalen... om premier te maken. En ik vermoed dat die andere drie partijen... als er een nieuwe... geen PVV'er. Dat ze gewoon iemand van buiten af willen. Okay. Misschien wel Kim Putters of weet ik zou, wie. Ik zou Fleur Agema sowieso in de Kamer laten zitten. Dat vind ik een waanzinnig Kamerlid. Volgens mij wil ze graag minister van Volksgezondheid wil ze graag worden. Zij zet zich heel erg in voor de zorg ook inderdaad wel. Ik denk dat zij daar ook wel meer... Want het idee is dus wel dat tenminste zoals het er nu voor staat, we weten het allemaal nog niet, maar het zou in theorie wel kunnen dat er PVV'ers minister worden dan. Ja, dat kan wel, ja. Dus ik heb het nog gevraagd ook aan de informateur, van hoe bedoelt u dat nou? En dan zegt hij, ja, het kan best wel voorkomen dat bij sommige partijen enkele Kamerleden doorstromen naar dat kabinet wat er moet komen. Maar niet zoveel als vroeger. Dus een enkele kan wel. Dus Fleur Agema als ze minister wil worden. Ik kan me voorstellen dat de PVV dat wel graag wil. Haar carrière, ze is er al heel lang mee bezig met zorg. Dat ze dat voor elkaar wil krijgen. Dat ze dat misschien ook wel als eis gaan stellen. Dat zij dat wordt. Maar het is dus ook, en dat vind ik er dan weer wel interessant aan. Het is dus ook straks mogelijk dat bijvoorbeeld, iemand die een hele lange carrière als rechter heeft gehad. Ja.
dan minister van Justitie en Veiligheid wordt. Je bedoelt die mevrouw die bij Pieter Omtzigt in de fractie zit? Nee, die bedoelde ik dan weer niet. Ik bedoelde toevallig zat ik een podcast te luisteren met met gewoon zo'n geroemde rechter die is recentelijk gestopt en die heeft heel veel. De rijdende rechter, dat zou ook wel lachen zijn. Minister van Visser. Minister Justitie. Nou ja, eerlijk. Ik denk dat hij het misschien wel beter zou doen dan Jesse Jongens. Misschien wel een leuke premierskandidaat eigenlijk. Ja, dat hij na iedere persconferentie zegt: dit zijn mijn teksten, daar moet u het mee doen. Ja. Ik voel het allemaal. Victor Brandt erbij. Victor Brandt. Ja, leuk ook. Ja. Ja. Nu we toch een beetje richting het luchtige afdwalen. Ja. Hoe is dat nou voor jou? Want jouw rol als politiek verslaggever speelt hij zich. Want je kan dat natuurlijk in principe van achter je computer doen op een redactie. Ja. Maar het beste is toch om daar te zijn, neem ik aan. Ja, want kijk, ik moet 's avonds in zo'n talkshow zoals dit, eigenlijk, het lijkt er best wel op hoe ik daarbij zit. Dan moet ik gewoon vertellen. Moet ik iets vertellen wat mensen nog niet al in de krant hebben gelezen. Dus ik probeer bij al die partijen te horen van, nou ja, hoe zijn jullie tot bepaalde keuzes gekomen? Wat leeft er bij jullie? En dat zet ik om in dat ik het zo. Dat is, probeer ik altijd een beetje als mijn werk te zien. Het voor mensen die het niet heel de dag gevolgd hebben, zo makkelijk mogelijk uitleggen. En mensen die ook mensen die het misschien niet zo heel interessant vinden, dat ze toch blijven kijken. Dat is mijn doel altijd. Dus daardoor moet ik wel daar zijn om met mensen te praten. Dus ik ben er sowieso op dinsdag, woensdag en donderdag. Probeer ik altijd zoveel mogelijk in Den Haag te zijn. En dan 's avonds dan zit ik op één. Ik weet niet of mensen die dit kijken dat kennen, maar dat is een televisieprogramma. Ja, de gemiddelde kijker is televisie? 83. Maar ouderen doe ik dat heel goed bij. De huisvrouwen zijn. Thomas van Groningen. Hey, ik heb wel eens met vrienden door de stad lopen of zo. En dan word je wel eens aangesproken, maar dat zijn altijd oude mensen. Dus zij zeggen: ja, waarom is er nooit een keer een leuke jonge dame die ons aanspreekt? Het zijn altijd. Maar goed, geeft niks. Maar wat zeggen ze dan tegen je als je aanspreekt? Want waar normaal gesproken, weet je wel, als weet ik veel, een artiest tegenkomen, zeggen: mag ik een foto? Ja, ook dat wel. Oh, ja? Maar het is vooral veel. Weet je waar je het eens over moet hebben? En dan komt er een tirade over. Over de WOZ-belasting. Dat is nu een heel hot topic. Oh, ja. Hebben ze dan weer die aanslag gekregen? Ja, ja, ja. Maar ja, goed, dat soort dingen. Maar jij vroeg hoe ik dat doe. Ik probeer zoveel mogelijk in Den Haag te zijn. Maar je kan niet overal bij zijn. Want er wordt heel veel gedebatteerd. Dus je moet wel de onderwerpen uitzoeken die je volgt. Anders is het niet te doen. Nee, dat snap ik ook wel. En soms zal je misschien in het debat terugkijken. Of vraag je aan een collega van, joh, wat is er precies gebeurd? Dat snap ik ook wel. Maar wat mij wel interessant is, ik ben dus, dat besefte ik me laatst, nog nooit in de Tweede Kamer geweest. Veel mensen hebben dat wel een keer op schoolreis gehad. Jullie wel eens? Zijn jullie er wel eens geweest? Ik ben er niet geweest. Wat doe je? Kom een keer mee, een dagje. Ja, graag. Ja, dat is wel leuk. Lijkt me heel tof. Ja. Maar ik zie natuurlijk, wat ik wel bijvoorbeeld heel leuk vind, is shout-out naar de mensen van de NOS voor Rondje Binnenhof. Ja, ja. Die toch een beetje, die doen iedere week een rondje door die Tweede Kamer. En die, nou ja, die geef je dan en een beetje een inkijkje en praat je even bij. Ja, heel populair, ja. Ja, vind ik, dat ze het heel leuk doen. Ik vraag me dan toch af, want zij kunnen ook niet alles laten zien. Wat zijn nou de dingen die je meemaakt alleen maar doordat je daar bent? Oké, nou, niet geheim van de spiet. Rokers. Maar je hebt de rookzone buiten is inderdaad. Ik rook nu niet meer, maar bijvoorbeeld Caroline van der Plas altijd buiten te paffen. Altijd, maar die staat je veel. Niet verwacht van haar trouwens. Die staat veel buiten. Maar daar hoor je wel nog eens wat, weet je. Oh, het grond van een sigaretje kan je nog wel eens. Oké, weet je zo. Dus een goede politiek verslaggever rookt. Ja, maar ik rook niet meer. Dus. Nee. En is dat misschien de reden? Nee, maar goed. Maar dus daarom sta ik wel eens buiten. En wat je ook hebt maar dat vind ik altijd moeilijk uit te leggen, want mensen snappen dat niet altijd. Maar je hebt in de Tweede Kamer heb je een sociëteit. Dat is Nieuwspoort. Dat is waar pers en politiek. Een soort kroeg is het, toch? Ja. En daar geldt de Nieuwspoortcode, zoals het heet. Dus alles wat je daar binnen hoort, dat mag je wel gebruiken. Ik mag je wel zeggen, nou, ik heb gehoord dat er dit en dit. Maar ik mag nooit zeggen wie ik het heb. En ik mag ook nooit citeren. En ik mag eigenlijk ook niet vertellen dat ik het daar gehoord heb. Snap je wat ik bedoel? Dat is gewoon een afspraak die je hebt met elkaar. Alles wat daar besproken wordt, is off the record. En dat vind ik een plek. Dat is een belangrijke plek om af en toe eens te zijn. Want daar hoor je nog eens wat. Er zijn ook journalisten. Merel Ek bijvoorbeeld, die kennen jullie misschien wel van Vandaag Inside. Die zegt, daar kom ik niet. Want dat vind ik dat je dan als journalist te dicht op die politiek zit. Nou ja, ik vind dat je gewoon voor jezelf die scheidslijn. Ik werk voor niemand, ik ben niemand iets verschuldigd. Maar ik vind dat we juist wel een goede plek om te horen. Hey, wat speelt er eigenlijk in die partijen? Dus zo doen we dat. Ja. Nou gaan er natuurlijk ook altijd. Ik moet toch een beetje terugdenken aan het item van spuiten en slikken van jaren geleden. Dat ze dan in de Tweede Kamer langs waren geweest met zo'n cocaïne-test. En hadden ze op de wc, hadden ze zo zeg maar de wasbakken afgenomen. En dan bleek dat helemaal onder te zitten. Oh ja? Heb jij het idee dat er ook nog wel wat
dingen gebeuren in het gebouw, rond dat gebouw van de Tweede Kamer, die niet echt door de beugel kunnen? Er werd vroeger veel gezopen, dat is nu echt wel minder. Oh ja? Ja, dat is wel minder. Maar er zijn volgens mij nog wel wat die wel af en toe, dat je denkt, was er laatst niet ook een nieuwtje dat er nu geen bier meer geschonken mag worden? Dat zeg was maar in de Eerste Kamer. Oh, de Eerste volgens Kamer. Mij hebben ze dat teruggedraaid. Dat bij de negen hebben ze weer boos. Geen wijn, ja. ja. En ze gaan helemaal trillen. Ik moet mijn wijn hebben. Het is een beetje als mijn 538 in het pand. Maar, denk ik. Maar ja, daarover gesproken, zou ik een biertje mogen? Nee, maar serieus? Ja, dankjewel. Ja, dus je kunt het trillen, hoor. Ja. Ja. Maar maar nee, echt ongehoord, nee, dat valt wel mee eigenlijk. Of ik zie dat niet. Ik ben altijd de laatste die dat soort dingen doorheeft, moet ik eerlijk zeggen. Maar drugsgebruik, het wordt wel eens... Wat zei je over drugs, maar wordt wel eens gezegd? Ja, dat werd in het verleden was gezegd dat veel gebeurde daar. Omdat er natuurlijk zijn hele lange dagen die mensen maken. En dat er dan. Dus er gingen altijd van die wilde verhalen dat er behoorlijk wat Kamerleden zijn die op koken moesten doortrekken. Ik heb die verhalen talloze keren gehoord. Ik heb het alleen nooit gezien. Dus ik weet niet of het zo is. Ja. Maar nu heb ik het toch de wereld in gegooid. Ja. Ja. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar als je één iemand aan zou moeten wijzen waarvan je denkt, ja, die sowieso. Oh, dan schiet de naam weer. Nee, ik heb niet zo 1, 2, 3. Oh, nee. Ja, best wel graag te vrienden natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Ja. Moet ik het echt zeker weten, anders zou ik het niet zeggen. Nee, oké, is ook wel. Maar, en dan zeg maar ook een beetje, om een beetje in die hoek te blijven van zeg maar, hoe het voor jou is om dat te doen. Je zegt, nee, ik ben er een beetje per toeval ingerold. Ja. Ik bedoel, zo wil ik nog heel even kijken of er nog een nieuwe plaat aankomt als lanterfantje. Ja, je bent ook carnavalsartiestje, met achtbaan gekkie. Ja. Hoe kom je dan in die politiek terecht? Ja, dit is wel een lachen verhaal eigenlijk. Want ik wilde vroeger eigenlijk altijd een soort Daniel Lippens worden. Ik wilde altijd radio-dj worden. Oh ja? Maar dat kon ik eigenlijk niet. Dus ik zat dan bij die lokale omroep en dan ging ik helemaal zo praten. Hi, goedemiddag. Hi. En natuurlijk hier de nieuwe Katy Perry. Goedemiddag. Beetje soort Dylan Boot wilde je horen. Ja. Ja, dat deed ik ook. Ja. Ja, en dat was eigenlijk allemaal niet best. Maar goed, toen dacht ik wil toch bij die radio werken. Maar dit ging hem niet worden. En toen ben ik journalistiek gaan studeren. En toen was ik toch bij die radio. En toen kwam ik bij BNR terecht. BNR Nieuwsradio. Ook mijn eerste baantje trouwens. Ja, BNR. Je hebt daar geschoven, toch? Ja, de techniek. Ja. En, maar daar kon je natuurlijk helemaal niet zo praten. Dat, nee. Dus, en toen vond ik ineens nieuws heel interessant. En ik heb daar uiteindelijk 10 jaar gewerkt. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, die politiek verslaggeving, dat is leuk. En ik deed dan in de ochtend- en middagshow was ik dan de sidekick. En dan deed ik nieuwsberichten voorlezen in de kranten en zo. Heel veel uren gemaakt op de radio, dus dat was heel leuk. Maar ik wilde wel verslaggever in Den Haag worden. En toen was ik op een gegeven moment algemeen verslaggever, maar geen politiek verslaggever. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit nou eens oplossen? En toen heb ik gewoon een toegangspas voor de Tweede Kamer aangevraagd, zonder met iemand te overleggen. Want toen dacht ik, ja, als excuusje zei ik dan, ja, want BNR had een redactie in Den Haag, maar daar zaten twee verslaggevers. En ik dacht, ja, maar als ik nou ergens in het land moet zijn en ik ben toevallig in de buurt van Den Haag, dan kan het makkelijk zijn als ik daar nou een pasje van heb, want dan kan ik daar monteren. Tuurlijk. Maar goed, ik kreeg wonder boven wonder wat best een gedoe is als je zo'n toegangspas wil aanvragen. Maar ik kreeg de hele Rijkspas, die kreeg ik en daarmee mocht ik de Tweede Kamer in. En dan iedere keer als we dan een appgroepje, wat dan ook, en er gebeurde iets in Den Haag, maar er was niet iemand van BNR toevallig, dan ging ik, oh, ik ga wel. En dan stond ik daar de minister zo te hengelen met die gele microfoon. Dus ik had mezelf eigenlijk een beetje dat beroep ingeluld. En ik zat in die ochtend en dat ging allemaal prima. En toen op een gegeven moment was er een grote reorganisatie. En toen moesten ze dus een nieuwe politiek verslaggever hebben. En toen plop, kon ik zo die baan krijgen. Terwijl ik heb er niet voor geleerd. Niet eens politicologie of zo gestudeerd? Nee joh, ik moest echt... Hoeveel zetels zei je? Nee, maar ik moest echt... Ik kwam wel echt koud in. Maar ik vond het zo'n interessante wereld dat ik dacht, dit wil ik wel blijven doen. En ja, toen is het best wel snel gegaan. Want toen had je corona. En toen had je al die corona persconferenties. Dus had ik er net een jaar of zo, iets langer. En daar keken zoveel mensen naar, dat mensen ook snel je leerden kennen. En toen ben ik op één nacht, een keer toen dat Rutte functie elders debat was, ja. Kan je nog herinneren dat gedoe, het debat wat heel de nacht doorging, toen ben ik ooit achter Mark Rutte aangerend. Ja. Was dat met een kleine cameraatje ook? Had ik het camera, dit was nog voor BNR, maar toen rende ik door de gang en dat filmpje, dat gaat nog steeds één keer de zoveel tijd opnieuw viral op TikTok. Want het is natuurlijk een bizar beeld dat je Rutte door de gang ziet rennen met mij. Zo, meneer Rutte! Zo erachteraan. Ja. En toen mocht ik bij de televisie komen werken. Ja, dat was het. Ja. Toen kreeg ik gewoon een telefoontje van, hey, wil je onze politiek verslaggever worden? Nou, nee. Het hele verhaal. Toen Wilfred Gené, ja. Die werkte ook bij BNR. Ja. En die zei, wil je een keer bij VI komen zitten? Dat heeft hij een paar keer, maar dat lukte iedere keer niet. Toen had ik één keer bij Bo gezeten.
Die hadden gewoon gebeld van, hey, zou je willen komen vertellen over iets? Nou, die hadden, toen dacht ik, nou, nu zit ik geramd met een carrière bij Bo. Dus ik iedere dag naar mijn telefoon staren van wanneer. Maar ze belden nooit meer. En toen een paar maanden later zei Wilfred, ik ga toch nog één keer proberen. En toen kreeg je die oranje zomer. En toen mocht ik daar op die kruk aan die bar komen zitten. Dat heb ik toen een half jaar gedaan. En toen mocht ik naar de publieke omroep. En... Ja, want het is natuurlijk inderdaad zo. Als je helemaal dan op tv bent en je doet het gewoon goed. Dan gaat dat toch een beetje rond. Ja. Door Hilversum. Ah, ja. Ja, Thomas. Die gozer moet je hebben. Ja. Een beetje jong en fris gezicht. Tussen al die saaie oude lullen. Wel, ja. 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 Nou ja, nou ben je het. Ja, je doet het leuk. Thanks. Ja, het is een gekke baan. En wat vooral raar is dat in de verkiezingstijd. Dat vond ik toch wel spannend. Want... Je moet wel zo neutraal mogelijk blijven, weet je. En je merkt toch, het gaat echt ergens over, weet je. Ik ben nogal een grappenmaker en een clown en haha, leuk. Maar op sommige moment dacht ik wel, dit moet wat we nu vertellen moet wel echt helemaal kloppen. Want anders dan... En volgens mij heeft dat ook altijd gedaan, hoor. Even af. Ja, tuurlijk. Maar dat vond ik wel spannend. Ja. Vind het lastig ook om dat, zeg maar, niet te doen? Ik herken het van mezelf wel, dat ik inderdaad gewoon probeer ook een beetje hysterisch te zijn tegenover de politiek, zeg maar. Dat je wel... Denkt van, oh ja, sommige dingen moet je niet te licht nemen. Of, Nee, ja, dat soms dan, dat is wel, daar moet je over nadenken. Want hoe breng je dingen? Ik vind het leuk om af en toe echt een geintje te maken, maar je moet weten bij welke onderwerpen je het heel serieus moet nemen en welke. En ook met politicus dan? Ook zeg maar dat je rent dan achter Mark Rutte aan of zo. Heb je het idee dat je zelf ook wel echt daarin moet voortzetten? Dat je echt wel ergens achterna moet rennen? Om iets te bereiken, zeg maar. Daarin. Ja, soms moet je echt wel jagen op... Er zijn partijen die zijn heel gesloten. Ik vind het PVV bijvoorbeeld nu is als politicus best lastig om contact te krijgen. Ik heb niemand die ik nu... Bij alle partijen heb ik wel iemand die ik nu kan bellen... waarvan ik weet, die neemt ook al op. En dan kan ik vragen, hoe zit dit bij jullie? Maar de PVV is echt de enige partij. Ik weet wie ik kan bellen, maar die neemt toch niet op. Dus ja, maar ik heb collega's die wel weer goede contact hebben daar. Dus zo krijgen we wel onze informatie. Maar het is best... Dat is best lastig. Maar hoe komt dat dan? Dat is een hele gesloten partij. Dat is gewoon echt een andere... En waarschijnlijk de beveiliging is er ook een onderdeel van. Het heeft ook met beveiliging te maken. Bijvoorbeeld de gang waar Geert Wilders zit. Daar mogen we niet komen. Terwijl, ik zal het hier binnenkort een keer meenemen. Maar als je in de Tweede Kamer... Dat is overigens uniek in heel de wereld, hoor. Want bijna nergens hebben ze dat. Maar wij als verslaggever kunnen overal komen. Ja, we kunnen niet daadwerkelijk in het laadje van een politicus gaan zitten roefelen. Maar we kunnen gewoon op de gang. Ja. Kunnen wij gewoon bij de VVD of bij de SP of dan noemen een partij. Daar kunnen we gewoon komen. Behalve de PVV. Maar dat heeft dan te maken met dat vreselijke regime waarin... dat veiligheidsregime waarin Wilders zit. Ja. Ja. Kan die ook niks aan doen natuurlijk, hè? Dat is ook iets wat hem overkomt, helaas. Maar je zei uniek in de wereld, dat wist ik helemaal niet. Dat is in... Tenminste, er zullen vast één of twee uitzonderingen zijn, maar... Ja, maar ik ben ook wel eens voor de gein in het Capitool geweest. Bijvoorbeeld. Daar kan je niet als journalist van CNN even naar binnen rennen... bij een congressman zonder afspraak. Nee, dan moet je echt... En dat kan hier wel. De enige plek waar dat volgens mij een beetje kan is... ik heb ooit een boek gelezen van de White House Press Secretary... die dat heeft gedaan onder Bush. Yeah. En die vertelde dan wel dat... dan heb je dus wel die press corps. En als je dan op een gegeven moment echt in het White House press corps zit... dus dat kleine zaaltje, dat je daar een vaste stoel hebt... Ja. Dan heb je een kantoortje in het Witte Huis. Ja, en dan zit je op die manier heel dicht op het vuur. Maar dat is zo'n exclusief clubje. Ja. Dat is ook die reist ook altijd mee met de president. Hè? Ja. Dus in Air Force One zit een ruimte waar al die journalisten mee mogen. Dat hebben, als Rutte ergens heen gaat, mogen wij niet zomaar mee. We kunnen wel vragen, maar dat is bij hoge uitzondering een keer. Nederland heeft een regeringsvliegtuig. Hè? Dus als die heeft, dan zou je in theorie mee kunnen. Maar dat is niet zoals in Amerika, waar je echt zo'n press corps hebt. Ja. Ja, dat is wel bizar, ja. Dat is wel vet. Iets ander land natuurlijk. Ja, en er zitten ook wel weer andere nadelen aan. Dus goed. Dan nog even, want ik vind het toch altijd grappig, dat contrast. Ik noemde het in de intro natuurlijk al. Je bent ook nog steeds, dat is ook leuk aan jou, juist die lolligheid. Je bent ondertussen carnavalsact, lanterfantje, goed seizoen gehad. Ja, was top. Ja, was heel leuk. Je stond op een gegeven moment zeker 3-4 boekingen op één avond, toch? Ja, dat was wel even, ik was wel moe naar carnaval, ja. Want we hadden echt... het ging alle dagen, het ging helemaal door. Ja. Dat is mooi. Ik zat dus op één te kijken op een gegeven moment. Want ik wilde toch even weten met die formatie. En ik hoor hem helemaal die stem helemaal naar de kloten. Helemaal. En dat debat over die... welk debat was het ook alweer? Het was een heel belangrijk debat. Ja. Over het verslag van Plasterk. Ja. Dat was op woensdag. En ik had op dinsdagavond hadden wij nog optredens gehad. Ja. En toen heb ik heel kort geslapen. En om 9:15 's ochtends zat ik naar dat debat te kijken. Zo. Ja. S'avonds op de veen had ik er niet zoveel stem meer over. Ja. Ja. Maar, wel maar ik dacht, wel door. Ik vind het ook zoiets om dan niet te gaan. Ja, ik bedoel... Maakt niet uit, mijn eerste bazin bij de radio, Jacqueline, die zei ooit tegen mij... Maakt niet uit hoe je er staat, als je er maar staat. Nou, dat is wat het is, toch? Ja, en waar is zij nu? Gaat goed met haar. Oké. Goed met haar. En dan nog, want het staat ook in je bio. En ik vind het wel grappig, want ik heb het zelf... ben ik daar ook een tijdje wel een beetje ingedoken. Die achtbanen. Ja, dat is jouw ding.
Ja, ja, zeker, ja. Dat is, maar dat, ik weet dit. Dit is een hele community van gasten die dus... Oké, er komt een nieuwe achtbaan in Walibi. En wij hebben gezien dat toen we daar liepen op 15 juni... dat er een houten paaltje bij, is daar in de grond geslagen. Ja, ja. En er zitten twee paarse stippen op. Dat zou kunnen betekenen, nieuwe achtbaan. Ja, ja, ja. Ja, nee, dit is... Ja, dat is echt, dat is eigenlijk nog veel leuker. Veel interessanter dan die politiek eigenlijk. Nee, ik ben echt een gekkie wat dat betreft. Ik maak ook een podcast iedere week. Ik zal er even reclame voor maken. Theme Talk heet die. Ja. En die gaat over pretparken. En dat gaat inderdaad soms echt heel ver. Ja, dat gaat echt over welk merk achtbaan is er besteld. En wat is de capaciteit van zo'n ding. En ik ben vooral gek van de themaparken. Dus ik ben gek. De Efteling is echt mijn allerfavoriet. Maar ook de Disneyparken in Florida. Daar ben ik echt heel groot fan van. Daar mag ik graag komen. En dan analyseren wij echt stoeptegeltjes bijna in die parken. Ja, en dat is een hele community, ja. En we krijgen altijd tips. Nou, soms zijn er mensen... Ik ben in de Efteling en er staat nu een prullenbak. En die stond er vorige week niet. En ik denk dat ze daar nu iets gaan bouwen. Dat soort mailtjes krijgen wij soms, ja. Wat goed. Ja, en je hebt één gast, die wil ik echt even shout-out geven. Die heet Eftel Wesley. Ja. En ga deze man volgen. Eftel Wesley, die volgt... Nou, dat is letterlijk zo. Bij hem is het echt... Ja, is nu, ze hebben nu, dit muurtje was eerst groen, maar nu is dat ene ding hebben ze wit geverfd. En dat soort dingen volgt hij zo. Want? Ja, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik ook bijvoorbeeld, ze hebben een nieuwe friet. Ze hadden eerst Avico en nu hebben ze een McCain. Ja. En dat soort dingen, ja, dat kan je allemaal volgen. Ja, Bart Baan is ook iemand, daar zijn wij een keer, die bellen wij altijd. Als er iets met de Efteling is, bellen wij altijd Bart Baan. Die is ook dag in de Efteling. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, je ziet toch niks nieuws meer. Maar dan is hij in het restaurant het pannenkoekenhuis en er zijn er nieuwe potten en pannen in dat ronddraaiende stuk in het midden. Ik zie iemand in de chat, ja. Zegt Niels Kooijman. Ja. Dat is er ook zo eentje, ja. Het laatste medestreamer, YouTuber Egbert, had daar een videootje mee gemaakt. En daar liet hij ook zien hoe hij dat allemaal deed. En dat er dan een zeemermin, er was een steen bij geplaatst, maar dat hij dan die hand net nog zweefde. Dat was dan weer een heel commotie. Ja, nee. Ja, dit is echt prachtig. Tot slot, waar zijn we nu excited voor? Wat is een bouwproject in een pretpark in Europa wat jij nu volgt? Nou, Dans Macabre in de Efteling, ja. Dat is de vervanger van het spookslot. Ja. Dat ziet er van buiten echt fenomenaal uit. Als een oude abdij en er gebeurt van alles. En er is een hele wachtrij die door een begraafplaats heen gaat. En zo. Die aankleding, er verschijnen making-offs op de YouTube van de Efteling. Alleen het enige is, we weten daar niet wat er precies binnen gaat gebeuren. Dus je zit straks op een draaischijf met kerkbanken. En ik hou een beetje mijn hart vast, want ik ben bang dat het heel saai wordt. Maar ik hoop het van niet. Maar we moeten nog zien wat de Efteling daarvan maakt. Maar dat wordt wel iets unieks wat je nergens echt hebt. Dans Macabre gaat het heten. Ja, dat is naar het liedje van het spookslot. Dat is een oude... Dus het wordt wel weer iets spookachtigs. Ja, nee, het is heel spooky, ziet het eruit, ja. Oké. Ja, het Huiverwoud, zo heet dat themagebied, ja. Ja, wat goed. Thomas... Ja, we nu pas over beginnen, want ik kan hier echt nog een uur over praten. Maar ik begrijp dat je wil afronden. Oh ja, nou, ik heb... Ja, maar je bent van harte welkom om nog een keer... Okay, okay. Als je een keer verveelt, het is niet zo druk politiek gezien, kom dan nog een keer langs en dan wijden we gewoon een avond alleen maar aan dat. Oh, dat is maar, ook dat alleen goed. Als je je verveelt, hè? Nee, niet, hè? Nee, maar ik weet niet of mensen in de chat dat leuk vinden. Als ik een hele avond over pretpark ga praten, dan ben ik echt voor. Ja, nou, er zitten veel, veel pretparkliefhebbers zitten in... Ja, en dan... Europa Park, ik ben erbij. Ja hoor. Ja, ja kijk hier, hoppen. Met Da Vinci. Neem Maurice dan ook mee, dat is de jongen met wie ik die podcast maak. Kijk, ja, ik zie je. Lekker man. Er is enthousiasme voor om dat een keer te doen. Dus bij deze is dat... Ik vond het leuk om hier een keer te zijn. Ja, ik vond het heel leuk dat je wilde komen. En we blijven het volgen met die formatie. Ja, dat is natuurlijk gewoon voorlopig nog koffiedik kijken. Het gaat echt nog heel lang duren. Ze zeggen nu allemaal voor de zomer, maar ik moet het nog zien. Ja, je gelooft het niet. Laat ik zo zeggen, het ging niet lekker. Dus waarom zouden ze nu ineens vriendjes met elkaar zijn? Oké, dan één voorspelling. Wat is eerder? Dans Macabre of een kabinet? Dans Macabre zat gepland voor begin oktober, geloof ik, om over te gaan. Nou, ik zeg gewoon Dans Macabre. Ja, we gaan het meemaken. Ladies and gentlemen, Thomas van Groningen. Van hartelijk bedankt, whatever.